Actrice Robin Maarten moest gedwongen uit goede tijden en slechte tijden, gtst, stappen. Ze is door de makers uit de serie geschreven. Maarten speelde gedurende 7,5 jaar de rol van Ricky de Jong in de soapserie serie van RTL. Over de reden dat haar personage uit de serie is geschreven, zegt de 25-jarige actrice weinig. Toen ik hoorde dat ik uit de serie was geschreven dacht ik, puh, het nieuws kwam onverwacht. Ik ben daar wel even verdrietig om geweest. Zij ze tegen RTL Boulevard, de laatste aflevering waarin Maarten's tenzien is zal op donderdag 21 december worden uitgezonden. De actrice en danseres begint vanaf januari met haar vriendin Silly Richters een YouTube kanaal. We gaan het hebben over onze gezamenlijke avonturen, maar we hebben al zoveel beeld van ons samen, dat we daar eerst een filmpje van gaan maken.